Ja, dit is gewoon een droom. Dit uitzicht. Het is wel weer even inkomen altijd, hè? Waarom zijn eigenlijk overtuigingen zo essentieel in het hele succes en resultaat wat je boekt als ondernemer? Yes, yes, jongens. Welkom op de vlog. Ik heb er echt zin in. Sani en ik zijn aan het voorbereiden door alles in te pakken. Ik heb net skibox op het dak gemonteerd. We gaan naar Oostenrijk, ja. Ik weet niet of dat een hoe Oostenrijkers praten als ze Nederlands zouden zijn, maar zo, denk ik niet. Schat. Je klinkt meer als... Slecht, hè, ben ik in mijn maar impressies. Maar hoe krijg je dit erin dan? Kijk, dit is de dakkoffer. Ja, je moet wel een krukje hebben. Nee, dat gaat hier echt niet lukken, hoor. Ja, je kan het wel ingooien, maar je kan ook gewoon een krukje... Deze weekendtassen zijn trouwens wel echt top, schat. Ik denk dat we een krukje mee moeten nemen. Hey, maar dit zijn echt megatassen. Dit is even een tip. Een budgettip, toch? Want hoe duur was die? 19 euro. 19 euro bij de Decathlon. We hadden geen weekendtassen. Dit zijn voetbaltassen. Als er één sport is waar ik heel erg van hou, is het voetbal. Wat wij nog zeggen, Sani? Dat je even moet laten zien de goodie bags van Jorg. Goodie bags. Ik heb goodie bags gemaakt. We gaan natuurlijk met 6 mensen in deze auto. Twee kleintjes en opa en oma. Dus kijk, we hebben het geluk, dat echt super luxe dat we een ruime auto hebben. Ik heb voor iedereen een flesje water. Ik heb... Voor iedereen een care package met heel veel suiker, shit. Maar goed, minder voor de kinderen, het is meer voor de volwassenen. En dan heb ik natuurlijk tijdschriften. We hebben hier de NC en de Linda en de Monocle en de Happiness. Nou, daar ook weer een care package. Hier zitten de laders naar achter, 3 meter lange kabels voor de iPads. Ja, jongens, je kan natuurlijk als ouder... heb je natuurlijk altijd van, oh ja, schermtijd, proberen zo min mogelijk. Maar als je met je gezin 13 uur in de auto zit, dan is de iPad gewoon je redding. En je probeert dat ding natuurlijk zoveel mogelijk, veel mogelijk uit te laten. Maar ja, er zijn gewoon momenten dat ze gewoon even helemaal klaar ermee zijn. En dan willen ze gewoon even iPad kijken en dat is ook helemaal prima. Dus, maar ja, om ervoor te zorgen dat je niet met één lader zit te klooien en dat de één op is en de ander wel mag kijken. Want dat is natuurlijk gewoon, ja, dat is gewoon de vraag van problemen. Heb ik dus... een 3 meter lange kabel, 2 3 meter lange kabels doorgetrokken. Ja, weet je, alsof dat zo'n enorm veel werk is, maar... Oh ja, wat ik ook nog even achterkwam, is dat ik het gisteren ging testen en toen deden al die autoladers het niet. Die, en ik heb er voor ook één, die deden het niet. Dus ik ben net nog even snel naar de Volvo dealer gegaan, want er was een zekering doorgebrand. En ik heb op YouTube zitten kijken hoe kom je erbij en dan heb ik echt aan de zijkant daar het hele paneel eraf gesloopt. Toen was ik dus halverwege en toen dacht ik, ja, dit is heel onhandig. Ik ging het aan de kant van de weg doen terwijl die meiden aan het slapen waren. En ik was een rondje gaan rijden om hun in slaap te krijgen. Toen dacht ik, oh, dit ga ik even checken hoe dat zit. Ik had natuurlijk helemaal geen zekering bij me. Toen dacht ik, ja, oké. Zelfs als ik al deze dingen er nu afstrip, kan ik die hele zekering niet vervangen. Dus dit moet ik even wat slimmer doen. Dus ik ben vandaag die skibox gaan ophalen. Hey, dat is een grappig view. En daarna nog snel naar de Volvo dealer gaan om die sigarettenaanstekers te laten maken. Maar dat is de setup. Oh ja, waar ik dus ook achter kwam, is dat je dus gewoon een koelkastje hebt. Sort of. Dat je het hier gewoon, dit ding, kun je naar achter trekken. En als de airco aan staat, dan blijft dit vak koel. Dus daar kunnen we mooi het eten in doen van de zoete aardappel van de kinderen. En hier hebben we natuurlijk ook, ja, gewoon heel veel. Echt onderweg, jongens, dan moet je gewoon lekker drop kunnen kanen en lolletjes kunnen eten. En tiktak. Dat hoort erbij. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga voor het eerst... lange tijd rijden. Niet helemaal voor het eerst. Ik ben ooit naar Zuid-Frankrijk gereden. Toen had ik nog geen gezin. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat. En vooral ook omdat opa en oma dus hier achter zitten. En daarachter zitten de kinderen. Maar goed, 13 uur in de auto zitten is gewoon... maakt niet uit in wat voor auto je zit. Op een gegeven moment ben je er al klaar mee. Dus ik ben benieuwd wanneer dat punt bereikt. Dus we gaan vannacht weg. Om... ja, ik hoop om 5 uur weg te rijden. Want dan zijn we daar dus om 6 uur. Het is in principe 10 uur rijden. Maar met stops en zo. En met kids en eten. Ja, kun je er gewoon 3 uur bij opgooien, dan zit je zeker safe. Dan kom je daar netjes om 6 uur aan. Misschien wat eerder. Ik heb er zin in. Yes, yes, yo! We zijn op vakantie. We zijn op weg naar Oostenrijk. Goedemorgen allemaal. Hey, doe dit, Peter. Ja, ik zei als het licht is. Mag ik nu? Als het licht is, mag ze een lolly. Nou, ik maakte Charlie vanmorgen wakker. Het eerste wat ze zei was, mag ik een lolly? Dat had ik beloofd voor de vakantie. Wat lekker een wakkere gezicht van mij. Hoe is het? Dat gaat wel lekker. Er zit een man achter je, die zit constant te glimlachen. Hoe is met onze passagier? Hartstikke goed. Heerlijk. Alle comfort, wat je maar wil. Dus helemaal happy. Is het echt? Is het een machine?
het wordt een hele originele vlog. Oh jongens, ik heb er zo'n zin in wintersport. Het is al helemaal top weer. Het is niet aan het regenen, niet aan het sneeuwen. Nou goed, hè, dat wil je eigenlijk wel als je daar eenmaal bent. Maar onderweg is dat natuurlijk helemaal top. We staan hier bij een onwijs charmant parkeerterrein. Met de Mackie D's. Mooie toren. Mooi tankstation. Hartstikke leuk allemaal. Iets wat ik eigenlijk gisteren had moeten filmen, jongens. Het was hilarisch. Ik ging gisteren dus naar een andere start van een 1-op-1 traject in Woerden. Van een half jaar traject. Rondom merk en marketing ga ik iemand helpen. En ik had de dakkoffer er al op en er reed een parkeergarage in. En toen kon ik maar net onder die hoogtemeter door. Dan hoorde hij hem al zo schuren. Dacht ik, nou, dat gaat net. En toen reed ik naar beneden en toen reed ik dus natuurlijk zo'n betonnen parkeergarage in. En toen hoorde ik... En toen dacht ik, shit, dit is mijn borg. Toen heb ik hem heel zachtjes weer eens achteruit gezet. Toen was ik zo blij dat het geen drukke parkeergarage was in het centrum van Woerden. En dat er dus niemand achter me zat. Dat heb ik hem weer zo heel rustig terug omhoog gereden. Het was ook zo'n onwijze bocht, dus dat was ook gewoon even manoeuvreren. Maar daar was ik wel even blij mee. Ik had wel even stress. Grappig genoeg zei iemand, een van mijn vrienden in de chat, pas op met parkeergarages. Dat zag ik een uur later. Ik zeg, oh, wat hilarisch. Ik zat alweer vast. Hij zei, ja. Hij zegt, ik heb er zelf eentje gekocht. En die heb ik gelijk kunnen achterlaten bij een parkeergarage Gelderlandplein. Want toen reed ik hem van mijn auto af. Dacht ik, oh ja, shit, ik ben helemaal vergeten. Ik weet ook helemaal niet. Het is best wel een hoge auto. En ik weet niet hoe hoog het nu is met die skibox, die box erop. Dus ik moet een beetje opletten met parkeergarage. Nou goed, dat was weer de update van onderweg, jongens. Het is allemaal hartstikke spannend. We hebben een discussie of Waze beter is dan Google Maps. Ik ben heel erg fan van Waze, wat uiteindelijk is gekocht door Google. Waze, als je het niet kent, W-A-Z-E. En daar zit een hele community achter, waardoor iedereen steeds dingen meldt op de weg. Het is een navigatiesysteem à la Google Maps. Maar je kan dus ook melden, hey, er staat een auto stil of er staat er een mobiele flitser. En de community houdt dat bij. En dat vind ik juist al heel erg handig. Dat heb je met Google Maps niet. En, dat is nu de discussie, Waze wordt op dit moment niet zo goed vertrouwd door de rest van mijn reisgenoten. Want Waze zegt dat wij over 6 uurtjes er zijn. Op Leogang, terwijl Google Maps zegt dat we er over 7 uur pas zijn. Dus daar ben ik wel benieuwd naar waar dat verschil nou vandaan komt. Dus ik ben wel benieuwd hoe het verder gaat. Maar in principe, als je geen pauzes meer houdt, is het nog 6 uur rijden. Nou goed, tel daar een uur of anderhalf bij op. Ja, dan komen we toch om 4:30 aan. Dat zou top zijn, want ik had echt verwacht dat we om 6 uur aan zouden komen. Dus, ich bin benoit, ja. Toll, sehr toll, ja. Guten Tag. We ended up going from 0 to 800 homes in a matter of 4 weeks. And I have to tell you, I thought that this was it. Like, this was our rocket ship to the moon. You thought, we made it, we're here, we got it. Right, if you build it, they will come, and yeah. Look what's happening. And so we get introduced to 20 investors in Silicon Valley. 10 of them reply to our email. 5 of them meet us for coffee. 0 invested in us. From NPR, it's How I Built This, a show about innovators, entrepreneurs, idealists, and the stories behind the movements they built. On today's show, the story of how a side hustle to pay rent led Joe Gebbia to build a company that now has more rooms than the biggest hotel chain in the world. Oh, jongens, we zijn aangekomen. Het viel alleszins mee. De Google Maps zei dus 12 uur, maar... We hebben er 8,5 uur over gedaan, 9 uur. En hier zijn we, jongens. Wat een topplek. Ja, je mag gelijk naar de speeltuin, hè? Ja, ga je gelijk de sneeuw proberen? Voel maar een beetje, in het witte gedeelte dan. Dat is lekker schoon. Oh, lekker koud. Kijk even, we zitten aan de piste. Moet je kijken, wat een uitzicht. Daar is de skilift. We kunnen gewoon naar ons hotel toe skiën. En het is ook nog eens een keertje de kant aan de schaduwzijde. Dus de sneeuw blijft nog liggen. Want de zonzijde, zoals je ziet, daar is het. Ja, het is natuurlijk best wel laat in het seizoen. Ik ben eigenlijk nog nooit zo laat in het seizoen geweest. Dus ja, je moet dan even een beetje geluk hebben. Soms is er recentelijk nog sneeuw gevallen. Maar ja, de pistes zijn gewoon goed. En zeker tot lunchtijd. Daarna wordt het waarschijnlijk een beetje papperig. Maar ja, dit is toch... Ja, dit is gewoon een droom. Dit uitzicht. Ik bedoel, ik zei nog toen we hierheen reden tegen Sunny, van vaak zie je die uitzicht in films, denk je, ja, dat lijkt wel gewoon een greenscreen, weet je, dat lijkt gewoon nep.
Nou, dit is echt fantastisch. Ja, en dan nu de kamer, jongens. Nou, zo ligt hij even te chillen van de lange autorit. Dit is waar Charlie slaapt. Zijn slaapbank in de woonkamer. Zoe slaapt natuurlijk daarnaast. En dan hier is onze slaapkamer. En dan hebben we een fantastisch bad. En we hebben hier bed. En jongens, dit is wel spectaculair hoor. Kijk, een sauna met ook weer datzelfde uitzicht. Mega. Dan heb je hier nog de badkamer. De douche. En dit is het kleedgedeelte. Oh, ja, daar is hier iemand. Oh, kan ik eventjes... Wil je mij laten zien hoe deze kast van wie is? Van wie is die kast? Van mij en ja? Van Zoe. En dit is allemaal van papa. Dit is voor papa. Papa en voor mama en voor Zoe. Voor Charlie. Yes, yes, joh, jongens. Het is het einde van de dag. We zijn eindelijk een beetje aan het landen. We gaan nu echt iets heel lekkers doen. Zo, kinderen heb ik anderhalf uur geleden al bij opa en oma gedropt. We waren om 5:30 wakker. Het was vannacht wel weer echt next level. Dit was al top 3 qua slechte nachten. Maar het heugelijke nieuws, we gaan skiën vandaag. Good morning. Good morning. Yes, yes, yes. Eerste afdaling. Nou ja, goed, überhaupt de eerste lift. Weet je niet eens, we moeten nog even op de kaart kijken. Ik ben hier lang geleden geweest, in Saalbach Hinterglemm. Dus ik ben benieuwd of ik nog een beetje dat gebied ken. Ik heb er zin in. Eerste afdaling te pakken. Wat? Het is wel weer even inkomen altijd, hè? Ja, ik vind dat zo lekker dat je... Ik heb best wel veel les gehad, omdat ik natuurlijk een skiprogramma heb gepresenteerd. Maar al die lesjes gaan bij mij nog door mijn hoofd. Heb jij dat ook? Naar voren leunen, schouders naar het dal, prik. Nou, al die stemmen van al die leraren. Heerlijk. Hey, het is lang geleden dat ik les heb gehad. Niet dat ik per se zo heel goed ben, maar ik kan wel redelijk goed skiën. Maar ik moet wel weer even denken, oh ja, ja. Weet je, ik merk ook, ik ben natuurlijk heel weinig geslapen. Vannacht 4,5 uur. Dus ik voel nu al mijn benen. De eerste afdeling voel ik al mijn benen. En dan ga je toch een beetje achterover hangen. Dus ik ski gewoon lekker relaxed zo naar beneden. Dat is een soort dronken aap. Ja, je moet wel een beetje op je techniek letten. Want ik moet mijn beentjes heel houden. Dat is eigenlijk toch ook wel handig om gewoon weer wat lessen te boeken eigenlijk. Want je techniek kan alleen maar beter worden. Het is wel vet. Zeker, ik weet dat Boris gaat dat off-piste skiën. Ik ben toen een keer in Italië mee geweest met Boris. Ben ik één middag of ochtend mee geweest off-piste. Nog nooit les gehad. Dus we hebben andere skis gehuurd natuurlijk. Je hebt bredere skis nodig. En dat is een hele andere manier van skiën, waar je juist wel weer achterover moet hangen. En dat was wel, dat was echt werken. Toen heb ik na 2 uur gezegd, jongens, ik vind het wel leuk geweest, ik krijg weer de piste op. Maar als je dat goed kan, en Boris heeft heel veel lessen gehad in Frankrijk, ja, dat is echt kicken op die skiën. Here comes the sun. Ik ga gewoon een stukje filmen. Nu al? Dan ga je op je bek. Nee, ging bijna net al op je bek. Ja. In de middag, ik ben met Charlie even naar de winkel geweest, dus gelukkig viel ze in slaap. En hij heeft vannacht zo hard gehaald, haar hele stemmetje is helemaal schoor. Maar gelukkig viel ze net in slaap en heb ik dus anderhalf uur rondjes, uiteindelijk een half uurtje rondjes gereden, een uur voor het hotel gestaan. Maar ze is net wakker. En volgens mij gaan ze met opa en oma nu zwemmen. Sarnie heeft ook lekker kunnen slapen, ook iets van 2 uur, Zoe ook. En ik ga nu een business call in. 1 keer in de 2 weken heb ik tijdens zo'n 1-op-1 traject een call. Ik heb nu 2 van die halfjaar trajecten te lopen. Dus ik zit straks met Irma. En dan bespreken we gewoon even de dingen die lopen. Ze hebben een nieuwe website live gezet. Dus ga ik even wat feedback opgeven. En zo pakken we dat verder op. Het is de tweede dag. En we gaan zeer ganz veel zon maken. Ja, of zoiets. Sunny is aan het vloggen.
Hey Jorgen, is dat nog? Het is dag 2! En het is weer een heerlijke ochtend skiën. Het is wel de sneeuwkwaliteit. Het is zo warm, jongens. Het is strak blauw. Elke dag zon, 14 graden. En er is niet zoveel sneeuw gevallen de laatste. Nou, volgens mij is er geen sneeuw gevallen de laatste 3 weken. Dus je merkt wel dat het na 12 uur, na lunch, is het wel gewoon klaar. Maar dat komt voor ons precies goed uit. Want kinderen zijn een beetje hangerig. Zijn niet helemaal. Helemaal in hun. Dus open oma pas in de ochtend op. En dan gaan we lekker om 12 uur, 1 uur naar beneden. Dan gaan we samen lunchen. En dan gaan we weer chillen met z'n allen. Of spelen, of zwemmen. Of Sunny gaat de Instagram checken. Allemaal chill. Ik ben daar een hele leuke hier. Leuk. En morgenavond hebben we de openings. Of de welkomstsessie, geloof ik. Of gewoon een welkomstmoment. Waarbij alle ondernemers die komen vandaag en morgen aan. En gaan we iedereen even ontmoeten. En dan de 2 dagen daarna hebben we de sessies. Vul mijn buik maar even. Alle schnitzels, nou dat eet ik niet, maar alle, weet ik veel wat ik hier eet. Je bedoelt 2 kinderen? Dat ook, maar... Je hebt 2 kinderen opgegeten. Nee, jongens, wat ik probeer te zeggen is dat mijn buik nu al 4 kilo is aangekomen. Je buik alleen, hè? Voor mijn gevoel, alleen ja. Je buik is 4 kilo nou, ja, aangekomen. Ja, ik heb het idee. Niet of, jij. Of ik kijk gewoon te weinig naar mijn buik. Maar goed, ik geniet ervan. Ik vind het ook niet erg. Heerlijk. Het goede leven zit in mijn buik. Kijk even. Wat een geweldig stuk dit hier. Van binnen in het bos. Sunny nog even de wc gaat vloggen, want die is schijnbaar heel lijp. Hebben Sunny en ik het net de hele tijd over nieuwe verdienmodellen, nieuwe programma's, wat we nog meer kunnen creëren eigenlijk om mensen te helpen bijvoorbeeld toch de stap te maken voor hun, nou, bijvoorbeeld mensen die willen gaan ondernemen. Dus heel veel mensen die niet durven te starten, of die niet kunnen starten of niet zien hoe ze moeten starten. Nou, daar hebben we het over tijdens de lunch. Oh jongen, vandaag is wel de beste dag, zeiden Sunny en ik allebei. Om te skiën. Het is wel in de middag, het is een beetje papperig, maar ja, alsnog gewoon heerlijk. Daar is ons hotel. Volgens mij heb ik al eerder verteld dat ons hotel aan de skipiste ligt. Maar even zo vet, want aan de skipiste ja, moet je daar nog een stuk lopen. Maar we kunnen dus ook gewoon naar het skihok skiën. Dat doen we dus nu. Ja, dit is de ingang. Ik heb een skiprogramma gepresenteerd, ben op zoveel plekken geweest, maar nog nooit ben ik 6 meter van het skiraam geweest vanaf de piste. Dit is toch amazing! Die rieder allem, ladies and gentlemen. Yes, en dan is vandaag, deze middag, de tijd voor de sessie die Sanne en ik samen doen over mindset. De mindset van een ondernemer gaat het over hebben. We hebben een leuk klein groepje van ondernemers. De komende 2 uur gaan we dieper graven in. Ja, hoe essentieel is die mindset nou eigenlijk? En ik kan je natuurlijk de tip van de sluiter oplichten, want we gaan natuurlijk niet 2 uur lullen over iets wat niet interessant is. Het is behoorlijk essentieel. Eigenlijk, ik denk eigenlijk alles wat je om je heen creëert, ook als ondernemer, ja, begint bij jezelf. Begint bij de gedachten die je hebt en de overtuiging die je hebt. Kijk, er komt mijn lieve Ega. Ik kom foto's van je maken. Ja, het is dag 2. Gisteren was de eerste sessie. Die Sunny en ik samen hebben gedaan en die ging over de ondernemersmindset. We hebben een heel klein clubje en dat was heel erg leuk om vooral diep te gaan over waarom zijn eigenlijk overtuigingen zo essentieel in het hele succes en resultaat wat je boekt als ondernemer. Want wat jij denkt is uiteindelijk ook wat je doet of niet doet. En vandaag gaan we daar verder op in, want vandaag gaat het over zichtbaarheid. Hoe word je als ondernemer zichtbaar? Nou, als je overtuigingen al niet kloppen omdat je in groep 8 een keer bent uitgelachen omdat je spreekbeurt niet goed ging, dan wordt het nu heel moeilijk om zichtbaar te zijn. Want dan is dat moment misschien wel verankerd in je overtuigingen dat jij niet kan presenteren. Of dat jij niet op een podium kan staan. Of het nou letterlijk een podium is. Of dat je op TikTok of Instagram Reels wil gaan maken. Dat wordt dan heel lastig. Want dan gun je jezelf niet de ruimte om iets moois te maken. Omdat je van, ja, eigenlijk al vanaf het begin denkt, ja, eigenlijk is het niks voor mij. Ik kan dit niet.
Dus daar gaan we vandaag verder op in, die overtuigingen en hoe kun je die nou benutten om echt zichtbaar te worden. En ik ga het hebben over uiteraard weer niche kiezen, hoe belangrijk dat is. Je klant echt kennen, dat echt in het hoofd van je klant zitten, zodat je weet wat zijn nou de trends die er lopen, wat zijn de frustraties, wat zijn de wensen van je klant, zodat je daarop kan inhaken met content. Dan maak je niet zomaar content om je product te promoten, maar dan laat je zien dat je je klant echt begrijpt en wat hem of haar beweegt. We gaan een stukje hebben over de paarse koe. Hè? Hoe val je nou op tussen alle andere koeien in de wei? Ik kan nog wel even doorgaan. Heb ik iets om het anders? Nou, ik zit te kijken van, is dit nou oranje van het sapje wat ik voor jou heb gemaakt? Want tussen presentatietechniek gaan we het ook over hebben. Geen stukje sap of mayonaise op je wang. Ook heel belangrijk. En toen ging ik dit doen. En toen moest ik eigenlijk mijn hele merk opnieuw omdraaien. Dus ik heb 15.000 volgers op Instagram. Nou, ik denk wel een paar duizend mensen zijn HR gerelateerd. Op LinkedIn heb ik denk ik 8.000 volgers. Nou, bijna alleen maar HR. En die zitten allemaal niet te wachten op nu in één keer een verhaal van ondernemers die hun merk en marketing willen verbeteren. Dus het overgrote deel van mijn volgers heb ik helemaal niks aan. Nou, er zitten onder die 15.000 volgers van Instagram zitten denk ik ook nog misschien wel 5.000 moeders. Die in één keer ons willen gaan volgen omdat we 2 kinderen in een jaar hebben gekregen. En oh, wat voor circus wordt dat? Maar ik weet gewoon van ja, als ik nu iets post over mijn online programma of wat ik nu dus doe, hè, ondernemers helpen met merk en marketing, van die 15.000 volgers, het zijn er maar een paar duizend echt geïnteresseerd. Dus ik zit midden in die transitie van, ik heb het al gehad over cultuur en teams en ik ga juist naar merk en marketing. En dat is een transitie die je alleen kan doen door de nieuwe content die je maakt gewoon simpelweg te hebben over het nieuwe onderwerp en te accepteren dat je dus teruggaat in volgers, dat de mensen je afvallen, dat ze je DM sturen, vind je niet meer interessant wat je stuurt, ja prima, dan ben je dus blijkbaar niet de doelgroep. En daarna heb ik wel een pauze gehad, maar dat was meer door corona, dat ik gewoon 2 jaar binnen zat zoals iedereen, dat ik dacht ja, vloggen, waar ga ik het dan nu nog over hebben, ik zit alleen maar binnen, elke shot is hetzelfde, iedereen ziet mijn woonkamer de hele tijd. Ik wist het gewoon even niet meer, ik was gewoon klaar, mijn creativiteit was hier. Yes! Einde van de sessie. En ik vind het wel leuk om jullie even mee te nemen. Al hapert het beeld een klein beetje. Maar ik heb eigenlijk de structuur van het online programma even helemaal plat geslagen. Heb wel een paar elementen uitgelaten. En dat hebben we vandaag besproken. En gewoon heel veel vragen over en weer. En ja, ik vond het een hele leuke sessie. Maar de structuur die ik heb neergezet is, niche kiezen is echt waar je begint. Je moet echt weten voor wie je iets maakt. Aan wie je iets verkoopt als ondernemer. Als je geen niche kiest, dan wordt het heel moeilijk om een merk te bouwen, dan wordt het heel moeilijk om op te vallen, maar dan probeer je alles voor iedereen te zijn. Dat heb ik vaker gezegd, maar ik herhaal het maar even. Als je dan een niche hebt gekozen, dus stel je voor je bent fotograaf en je helpt alleen maar ondernemers een goed portret neer te zetten of daar video's voor te maken, dan heb je een duidelijke niche. Je kan nog specifieker, maar dat is misschien al specifiek genoeg. Dan wil je die ondernemer begrijpen. Wat wil zo'n ondernemer uit zo'n video halen? Wat zijn de frustraties van die ondernemer waar jij ja, op kan inspelen met je video, of die je misschien wel kan wegnemen met jouw video. Wat zijn de wensen en behoeften van een ondernemer waar jij met jouw dienst of product op in kan spelen? Wat zijn de trends die er in de wereld van de ondernemer voorbij komen, waar je gebruik van kan maken, waar je bij kan helpen? Of noem maar iets, hoofd HR, toen corona er net was en die neemt nieuwe mensen aan, die mensen zitten thuis en die komen niet op kantoor in een team terecht. Dus het is heel moeilijk om als nieuw persoon in een bedrijf je weg te vinden. Dus hoe ga je dat doen als iedereen thuis werkt? Dus weet wat er speelt in het hoofd van je klant. Daar kun je een empathy map van maken. Ik teken gewoon een A4'tje met een smiley. Ik doe ook wel eens een empathy map, maar de korte versie is een A4 met een smiley. En dan ga je dus invullen, wat gaat er om in het hoofd van de klant? Je begint gewoon met schrijven en uiteindelijk komen er steeds meer dingen uit. Dan ga je kijken naar, wat maakt mij nou uniek ten opzichte van de rest? Echt uniek, hoe kan ik nou opvallen? En dan is het concept van een paarse koe. Dus als je in een weiland naar een weiland kijkt en je ziet allemaal zwart-witte koeien, is er niet eentje die jou echt opvalt. Maar als er een paarse tussen zou staan, ja, dan is het heel duidelijk. Wow, een paarse koe. En dan ga je proberen dichterbij te komen en natuurlijk een Instagram-story van te maken. Dus hoe word je nou meer paars? Nou, je kan hier even op googlen, dat scheelt mij nu even heel veel uitleggen. Het concept van paarse koe heb ik namelijk zelf niet bedacht. Dat komt van Seth Godin. En dan komen we aan bij kanalen en content. En de meeste ondernemers beginnen hier eigenlijk. Die gaan gewoon gelijk beginnen. Oh, ik ga YouTube-filmpjes maken. En dan beginnen ze ermee. Terwijl ze niet weten voor wie doen ze het nou echt. Wat zijn nou echt de beweegredenen waarmee ik mensen op emotioneel niveau kan raken. Enzovoorts. En als je dus hier begint gelijk in actiemodus, dan mis je heel veel kansen. En eigenlijk, naar mijn mening, is de kans op succes is gewoon niet heel. Dus, als je weet waar je aan toe bent, voor wie je iets maakt en wat jou uniek maakt, dan kun je kanalen gaan kiezen. Je kan dus content maken op bestaande kanalen of je kan nieuwe kanalen aanboren. En als je content maakt, weet dat je gewoon heel veel kennis mag weggeven. Want dat laat zien dat jij
ergens iets van weet. Dat jij iets waarde, van waarde kan leveren. En dan hoef je dus niet te zeggen dat je goed bent. Nee, je laat zien dat je goed bent. En daar heb ik een verdeelsleutel voor. Van al je kennis kun je gemakkelijk 30% weggeven. En voor die overige 70% vraag je dan geld. En tot slot, als je content maakt, in mijn hoofd zijn er eigenlijk maar twee pijlers. Of je biedt waarde, dus inhoudelijk bied je iets waarmee mensen wat mee kunnen. Of je biedt amusement. Dus het is leuk om grappig naar te kijken. En je kan ook de combinatie doen, want ik mag graag denken dat deze vlog een combinatie is van een klein beetje amusement met hopelijk ook veel waarde. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop je volgende week weer te zien. Als je nog niet geabonneerd bent, dan zou je me heel erg helpen door even op subscribe te klikken. Ciao!